Even kijken, is het ook een vorm van therapie uh, uh, door zo gezond te leven? Uh, ben je ook naar binnen gegaan op die manier? Uh, het het, uh, het kopje. Nou ja, ik vind wel dat je je ziet dingen die je eerst niet uh, zag. Nee, dit, dit wordt echt een heel braaf verhaal, hè, wat ik nu ga zeggen. Maar het is echt dat, je, dat ik nu kan genieten van dingen waarvan ik nou ja vier vijf jaar geleden dacht van doe even normaal, weet je al. Dat je gewoon uh, een, een, een lekker taartje ergens haalt. Bij uh, bijvoorbeeld kuit uh, op de Utrechtstraat. straat. Oh, wat een heerlijk, kruttig, Tim. Ja, <laughs> en dat je die nou koopt. En dat je die heel langzaam opeten. En dat ik dan helemaal stoond kan worden. Dat had ik nooit. Ik, 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 ik reed altijd voorbij. Maar dat zijn dingen. Of, of uit eten gaan. Gewoon met, met vrienden. Gewoon in de lekkerste, duurste restaurants en dan gewoon, ja, daar heb je nu al dat geld voor over natuurlijk ja je ja. houdt heel ja. veel stuur geld over en heel veel tijd hou je over <laughs> en, en ik heb ook heel erg als ik lekker door de stad fiets of ergens dat je dat ik als ik heel veel dingen ruik of zie je, zo'n dingen wil je ook niet ruiken maar ook wel de mooie dingen dat je helemaal je wordt helemaal gelukkig van hele kleine dingen die ik daar waar ik soort soort een bubbel voor had de, de alcoholbubbel die er omheen zat die die, die het weg of zo maar ik zie meer en ik vind het heel fijn ja. Heb je, nu, Zai, hè? heb je Nou, Nou ja, kijk, wat ik me afvraag is: heb je niet af en toe enorm veel zin in een feestje? Hunker je nog wel eens naar een, een, een lekker glaasje? Uh, nou, heel soms. En, en, uh, en heel af en toe doe ik, doe ik dan wel een heel goed uh, glas rode wijn. En denk dan drie keer per jaar of zo. Nog een heel braaf verhaal. Maar dan één glas. Maar dan is hij ook fantastisch lekker. Mooi. Nou. Ja. <laughs> ik hoop dat je volgende gast iets meer rock'n'roll is dan ik <laughs> Maar ik heb wel enorm uh, feestjes gehad. En, 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 en helemaal compleet wasted door wodka. En, en, uh, ja, en dat ik ja, dingen wel heb gedaan uh, waarvan ik denk... Nou, daar had ik beter... We hadden het voor de uitzending even over. Maar we, 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 weet ik zo, 15 jaar geleden, na de première van Vet Hart... Ja, dat was voor, voor oh, de opname van Vet Hart. Voor al. de opname van ja. Vet Hart. Dan weet ik nog dat we met een groepje mensen... Uh, waaronder Cas kas Janssen ja. uh, straalbezopen zijn geworden. Drink, ja 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 daar zijn nog foto's van en die wil je ook niet meer uh, en ik bezien. weet ook nog dat ik volgens mij enorm lam tegen jou aan heb staan lullen en heb ik, oh, regisseur en ik vond het allemaal interessant dat jij stond een beetje te draaien zo <laughs> ik kan me nog wel herinneren ja nou ja dat is dan een van de minste genante verhalen <laughs> Je, je, je hebt je weten te handhaven toch door de jaren heen als maker in Nederland. Hè? Dat is niet makkelijk. Nee. Het is een doggy-dog-world, uh, ook hier. Um, wat vind jij van het wereldje? Hoe, hoe vind je dat het zich in Nederland uh, heeft ontwikkeld? In vergelijking met bijvoorbeeld een Denemarken, een België, een, uh, Verenigd Koninkrijk. Nou ja, heb de, de, de Scandinavische uh, landen, die zijn natuurlijk een enorm uh, king in, in mooie series maken. Uh, maar als je, als je vergelijkt van wat we nu maken, wat betreft series, in tien jaar geleden, dat uh, is een enorme ontwikkeling. De, de, het heeft wel echt speelfilmniveau. En wat ik wel heel fijn vind, wat je nu ziet, is dat door dat hele on-demand kijken, uh, dat de, de behoefte naar goede series, die is er. Ja, en mensen vreten het en vinden het fantastisch om, uh, om van karakters te houden en, 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 en langer met die karakters mee te kunnen gaan. Dus het lijkt wel of het zich verschuift dat je dat de, de mensen liever naar series kijken dan naar films. En het gaat nu niet heel goed met de Nederlandse film, uh, maar dat heeft ook een beetje te maken met dat er te veel, uh, nou ja, ik denk ja, de, van hetzelfde is gemaakt en steeds goedkoper, en dat het publiek toch ook wel een beetje uh, dat ziet. Ik heb het over de romcoms, de vele romcoms die er gemaakt zijn. Ja, na alles is het liefde. Dat is een, die is fantastisch gelukt. En dat iedereen een soort alles is liefde wilde maken. En dat al die ja, dat is eigenlijk een soort love actually. Uh, ja, maar wel goed gedaan. En, en, dat, en dat al die romkoms op elkaar lijken qua naam, qua strik, qua posters. En dat mensen Dat, is, wel de, dat is inderdaad een beetje de kritiek die wordt geleverd ja. uh, op, uh, op de Nederlandse films. Inderdaad, dat je vaak dezelfde namen terugziet. En, uh, ja, en, en hetzelfde en dus, ja, genre film. Een beetje net... safe allemaal. En ja. uh, ik vind het heel fijn als bijvoorbeeld een bankje van het Verzet heeft uh, het heel goed gedaan Ja. Een, een, een belangrijk verhaal. En, en dat je dan uh, toch ziet dat dat soort verhalen ook kunnen werken. Maar je ziet dus ook inderdaad dat vaak als, als er in Nederland een film wordt gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, dat het op een of andere manier toch altijd wel goed is. Ja. Hè, kijk naar De Tweeling, uh, Zwartboek. Nou ja, ik heb er wel wat kritiek op. Maar uh, uh, de, de Suuskind. Uh, dat zijn toch kwalitatief heel uh, uh, goede films. Van Nederlandse bodem. Nou, het vertelt iets over de geschiedenis en er is behoefte aan. En uh, het is natuurlijk ook heel dankbaar gegeven. Het is ook wel conflict. Het is visueel. Uh. En Martin over die zei ooit tegen mij wat het echt een genreman is, en ja. houdt enorm van het western genre. Ja. Die zegt, maar de maar tweede... heeft hij gemaakt. dat is fantastisch. Ja, ja. En maar Martin zegt uh, Ja, de, de, de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse Western. Ja. Op een of ah, andere ja. manier hebben we dat hier zo gecultiveerd. Ja. Hè, en doen we daar zoveel mee. En het blijkt dus ook een onuitputtelijke bron van materiaal. Er zijn nog heel veel ver verhalen die nog niet verteld zijn. En dat, uh, nou, ik ik licht een beetje aan hoe je het doet, maar van mij mag het wel uh, nog even doorgaan. Maar daar daarnaast moeten we ook nog gewoon hele fijne uh, thrillers maken. En bijvoorbeeld in Vlaanderen zijn ze dat dus weer heel, zijn ze heel goed in. En Vind, gaan mensen juist naar dat soort donkere films? En zijn juist de luchtige waaromkomst die het weer minder doet? Vlamingen zijn ook wat zwaarmoediger. Ja, oké. Okay. Dat zijn jouw woorden. <laughs> <laughs> dus uh, ik vind dat het, dat het goed gaat. Maar we moeten wel meer risico uh, durven te nemen. En andere soort films uh, willen maken. En niet alleen maar op dat c van ja, van dat heeft het goed gedaan. En dan, dat moeten we nu blijven doen. We zagen ook een keer. Maar dat is ook wel een beetje de Nederlandse ziekte. Dat zie je ook in televisie terug. Ik bedoel, ja. uh, hoe vaak is. Uh, Zoveel als de politie-serie. En, ja, zoveel als de Zoveelste politie-serie... of het als talentenprogramma... of de de ja, reality. Het moet al zo lang goed gaan... op een gegeven moment gaat het niet goed. We zagen ook een tijdje... De, vanaf Sjoerd Sjoerd Habibi... had je net Niet Zo'n Paradijs... en ja, ook nog, de, Pizza Mafia... en dat ja, Sjoerd de serie heb ik gedaan. Maar dat iedereen wilde multiculty multiculti. en in één keer werkt het niet meer... Weet je, wel, dus dan, je moet het, op een gegeven moment zijn mensen verzadigd. Dus je moet het goed verdelen. En ook origineel. Uh, maar wat, zijn. Ik, wat ik dan grappig vind, als ze dan, dan toch een keer iemand doorheen glipt, hè? bijvoorbeeld uh, Jim met uh, Wolf. Mm -hmm. Heb je die gezien, Wolf? Uh, nee, die moet ik niet zien. Nee. Heb je die niet gezien? Nee, dat is een fucking goede film. Nou, die zit ik op mijn lijst. Je hebt, je hebt trouwens heel vaak van, het, wij spreken elkaar best wel regelmatig, van die, van die lijstjes. dat we... Dat, we, dat jij mij goede tips geeft. En dan moet ik het andersom ook even doen. Ik geef even een shout-out naar, naar Jim tai, Taihutu, Taihutu. Ik weet ja. even niet precies het naam. Maar uh, dat, dat, dat vond ik echt een on-Nederlands goede film. Het, het lijkt een beetje... Uh, het is ook een beetje gepikt van La N. Hè? Die heb je misschien wel gezien ja, die van Kassovic. Ja, ja. Ook zwart-wit. Uh, ook in een uh, ghetto-achtig, maar dan Amsterdam-west-setting. Uh, ja. uh, Marokkaanse jongens. Uh, maar ongelooflijk goed gedaan, hoor. Uh, echt... Uh, en, en toen was ik wel even van: Weet je, we hebben hier in Nederland zat talent rondlopen. Tuurlijk. Weet je, er zijn ook gasten zoals Jim die dit gewoon kunnen. Ja, we, we moeten die kans wel krijgen. Hè? Dus uh, ik wil ook een oproep doen dat we uh, ook wel eens een keer andere mensen met een ja. goed idee en een goed verhaal. Rabat heb ik wel uh, gezien. En die, uh, Redbat? Rabat? Oh, Rabat. Ja. Ja. ja, die vond ik fantastisch. Ja. Dus dat uh, die is een beetje in dezelfde tijd toen ik pizza maffia maakte. Toen dus waren zij bezig met uh, rabat. En toen dacht ik, Kleine films, en met een fotocamera gemaakt en toen zag ik was ik echt mond viel open. Uh, goed geacteerd en een fijne road movie. En, uh, nee, ik kan het alleen maar Ja, absoluut.